Het protest loopt eigenlijk vooral uit de hand als de bijeenkomst al is afgelopen. Een deel van de actievoerders is blijven hangen en bestormt het nieuwe Luxor, waar hun werkgevers bij elkaar komen voor het havencongres. De mars zou beginnen op het Willemsplein bij de Spido. Maar ook op de weg daarnaartoe vanaf het Centraal Station wordt al volop vuurwerk afgestoken. De actie is gericht tegen de toenemende automatisering van de Rotterdamse haven. Volgens FNV-bondgenoten dreigen tussen de 500 en 1000 havenwerkers hun baan kwijt te raken. Dat is gewoon afbreken, dat is niet normaal. Dat is schandalig. Het gaat toch om mensen, toch? Weet je wel, allemaal gezinnen en zo. Dus dat is toch wel belangrijk. Dus vandaar dat we er allemaal staan. De tweede maasvlak wordt gedaan en er wordt eigenlijk helemaal niet overleg. En er wordt zomaar op een heel andere manier verder gegaan. Ja, dat kan natuurlijk niet. Ze zitten daar binnen, wat zou je willen zeggen? Ja, toch is het nog niet van ons af zijn. U hoort het. FNV-bondgenoten laat ook direct weten dat de actie van vandaag nog maar het begin is. Samen sterk! Ja, we zijn nu volgens mij ludiek begonnen en op een heel aardige manier. Maar ik heb ook aangegeven dat de haven Rotterdam na 17 december 2014 zal nooit meer worden zoals hij geweest is. Dat betekent dus onrustig en rumoerig. Hardere acties? Heel harde acties gaan er komen. Het wordt uiteindelijk pas rustig op het Wilhelminaplein als de meeste bezoekers van het havencongres binnen zijn. De politie pakt uiteindelijk niemand op.